Ja, welkom bij de videokeuring van de Jongveerdag Lekkerkerk. De laatste zaterdag van september is traditiegetrouw de datum van de Jongveerdag Lekkerkerk. En door de coronaperikelen was het dit jaar niet mogelijk om een keuring te houden. En heeft de organisatie gekozen voor een videokeuring. Nou, normaal zijn er op de Jongveerdag kalveren, pinken en vazen aanwezig. Deze videokeuring is gedaan met alleen vazen, 13 stuks, op 10 bedrijven. En de laatste zaterdag van september zijn we rond geweest, nou, zoals jullie zien, onder prachtige weersomstandigheden. Drie mensen namens de organisatie, Jaap, Leendert en Wim. En die hebben ons een hele gezellige dag verzorgd. Dat is prima verzorgd, qua reisschema ook prima gepland. En de dieren werden door de inzenders ook mooi aan ons gepresenteerd. Nou, de beelden zijn verzorgd door Piet Jansen van Blik op de Koe. En met elkaar hebben we een hele gezellige dag gehad. En ik zal proberen om bij alle dieren ook een toelichting te geven richting de inzenders, richting de organisatie, maar ook richting eventueel andere belangstellenden waarom de dieren geplaatst zijn zoals ze zijn geplaatst. Nou, dit is de eerste vaars. Een viertal dieren hebben niet echt een plaats ingekregen. En dan vanaf de negende tot de eerste plek zullen we ze wel plaatsen. Nou, deze vaas, een beetje een vaas met twee gezichten naar mijn idee bij de familie van Erk. Een vaas met een prachtig zijaanzicht. Heel mooi type in deze vaas. Het is nog een jonge vaas. En ja, ze heeft wel de mooie verhoudingen. Ze is goed gebouwd. En met name als je vooraan de vaas begint, een hele mooie rek in de vaas. Een prima voorhand. Schouder ligt er mooi in. Ze heeft een hele mooie open rib. En ze is ook voorzien van een vlot goed uier. Het uier is misschien niet het langste uier, maar het is wel breed. En het is wel goed aangehecht. Prima speenplaatsing. Nou, de vaas heeft iets een korte stap en miste iets de kwaliteit in de hakken. En vandaar dat ze niet geplaatst is. Nou, we hebben rondgereden in de Krimpenenwaard en in de Lopikenwaard. Echt veenweidegebied. En Piet die heeft ons ook voorzien van hele mooie beelden rondom de bedrijven. Ondertussen catalogus nummer 3 in beeld. Marjolein heet deze vaas. De vaas met het horentje. Een vaas die door de veehouder opgegeven is omdat ze bij het jongvee altijd al opviel vanwege haar maat, vanwege haar lengte, haar fraaie verschijning. Maar de vaas is amper 3 weken vers en de keuring kwam voor haar eigenlijk net een klein beetje te vroeg. Ze mist nog wat vulling. Ze mist ook nog een beetje kleur op haar uier. Maar wat we wel kunnen zien is dat deze vaas heel veel rek heeft. Een mooi frame. Een prima kruispartij. Ja, de middenhand mag nog een beetje vullen, maar de ribben liggen er wel mooi schuin in. En het uier is zeer ondiep. En ook heel correct van speenplaatsing. Nou, het beengebruik van deze vaas is voldoende. De stap is wel redelijk ruim, maar zou toch wel iets krachtiger en een klein beetje meer recht vooruit mogen. Voorbenen gebruikt deze vaas overigens wel prima. En wellicht een dier die in een later lactatiestadium nog wel eens wat hogere ogen zou kunnen gooien. Bij familie in het hout, melkveebedrijf in het hout. Een tweetal dieren hebben we daar gezien. Nou, op de achtergrond zagen we steeds de trein langskomen. Het spoor Utrecht-Rotterdam. En daar komen toch heel veel treinen langs in die periode dat wij daar bezig waren met het opnemen van de beelden. Catalogus nummer 8. Landa 40 heet deze vaas. Een vaas die al een maand of 6 in lactatie was.
Vaars die het showen nog niet helemaal onder de knie had, maar we hebben haar kwaliteiten toch goed kunnen zien. Een langgerekte vaas, een vaas met een correct frame, een heel functionele kruisbouw. Een vaas waar ook voldoende capaciteit in zit, die best door gaat groeien naar een hele mooie, balansrijke koe. Ruiven zou misschien net ietsjes vaster kunnen, maar het is wel sterk genoeg. Er zit een goede ophangband in en ze heeft een correcte speenplaatsing. En ik denk dat het sterkste punt van deze vaas haar beenwerk is. Het is droog. Ze gebruikt de benen heel mooi parallel en heeft ook veel kracht in haar stap. Nou, het verliep allemaal wat spannend. De vaas is wel droog gebleven, maar niet helemaal schoon. Catalogus nummer 14. En dan zijn we aangekomen bij Maatschap den Boer van Bemmel. Catalogus nummer 14 is een van de oudere vazen. Een vaas die ook iets ouder is afgekalfd. Geboren in november, dus bijna 3 jaar. Een hele reizige vaas. Een echte krachtpatser. Een vaas met heel veel vermogen in de voorhand. Heel veel capaciteit in de middenhand. Maar sowieso ook voorzien van een heel sterk gebouwd frame. Heel de bovenbouw van de vaas, haar kruispartij, sprak enorm aan. Een vaas die ook heel makkelijk beweegt, zowel op haar voor- als achterbenen. Mooi recht vooruit stappen. Hele krachtige stappen ook. Ja, echt een vaas die power heeft en waar ook een hele mooie koe uit gaat groeien. De vaas had toch ook voldoende fijnheid en voldoende uiterlijke melkrijkheid. Nou, het niet hoger geplaatst vanwege de vorm van haar uier. Het is anderzijds ook wel een uier dat prima mee kan. Dat wel voorzien is van een voldoende goede ophangband. En toch ook wel voldoende goed is aangehecht. Maar binnen de fase die we te zien hebben gekregen, toch even royaal voor een fase-rubriek. Maar heel veel waardering voor de capaciteit die deze vaas laat zien en het gemak waarmee dat ze beweegt. Nou, zo hebben we wel wat verschillende fasen te zien gekregen. Hele jeugdige vazen, hele verse vazen ook. En ook wel een paar wat meer oud-melkse dieren. Iets meer het fijne type, iets meer het krachttype. Er was behoorlijk competitie tussen de vazen. Plaatsing was soms zeer close. Anderzijds toch een heel duidelijk een top 3. Die zowel de kwaliteit hadden als ook de vorm van de dag. En dat is eigenlijk waar ik naar gezocht heb. Nu gaan we naar de top 9 dieren die dus geplaatst zijn. En dan gaan we beginnen met de 9e plek. En dan zijn we wederom bij melkveehouderij Voets.
Nou, voor een heel groot deel van Nederland zijn dit zeer hoge waterstanden. In de Lopikerwaard al en in de Krimpenenwaard weten ze niet beter. Maar deze vaars, Caroline 24, en ook een wat oud-melkse vaars. Ze is 10 maanden aan de melk. Een vaars die mij enorm aansprak vanwege haar lengte. Ze heeft een heel lang en ook goed frame. Ze is hard in de bovenbouw. Zit heel goed in elkaar. Ook voorzien van een goed kruis. Een ruim kruis. Misschien dat de staart nog even een klein beetje meer boven de zitbenen uit zou kunnen steken. Een vaas ook voorzien van een goed uier. Ja, je kan zien dat ze wat oud-melks is. De kleur is een klein beetje van het uier af. Maar wel een uier met heel veel bodemvrijheid. Een zeer correcte speenplaatsing. Voldoende ophangband. En beenwerk dat heel veel kwaliteit liet zien. Heel mooi fijn. En heel mooi droog in het spronggewricht. Dan zijn we bij de familie Olieman in Bodegraven. En die hebben deze vaas samen met Bas Nagel, die de vaas ook hier begeleidt. Samen wel eens wat geïnvesteerd in de Koba-familie. Bons Holsteins Koba. En daaruit hebben ze deze vaas gefokt. Nou, catalogus nummer 1, de jongste vaas van de keuring. Is ook een hele jeugdige vaas om te zien. Ze was ook nog maar 2,5 week gekalfd. Wel al haar zucht volledig kwijt. Maar ze miste nog een klein beetje de vulling in de middenhand. En toch ook wel wat de melkrijkheid ook in haar uier. Een hele correcte vaas. Spijkerharde vaas. Een vaas die je eigenlijk niet echt op fouten zou kunnen betrappen. Maar ze miste naar mijn idee dan toch iets de vorm. Iets de vulling. Om hoger op te eindigen. Maar wel een vaas die ik heel graag nog eens terug zou willen zien in een later stadium. En dan ben ik er eigenlijk wel van overtuigd dat het een vaas is met heel veel kwaliteiten. En waar ook uiteindelijk een hele mooie koe uit zou kunnen groeien. Nou, het uier zit zeer vast. Er zit nu al een hele beste ophangband in. Met een zeer correcte speenplaatsing. Heel veel bodemvrijheid ook in het uier. Nou, een vaas die lang is. Die ook lengte heeft in haar hals. Hard is in haar bovenbouw. En ook voorzien is van heel veel kwaliteit in haar beenwerk. En ook de stap is voldoende lang en krachtig. Dan zijn we opnieuw bij melkveehouderij In het Hout in Moordrecht. De 7e plek is voor deze catalogus nummer 7. Een heel aansprekende vaas. Een vaas waar met name de lengte opvalt. Ze heeft een hellend kruis. Ze is misschien nog een klein beetje overbouwd, maar ik verwacht dat dat er wel uitgroeit. Dan is het toch een vaas met een heel aansprekend frame. En met name ook een heel fraai type.
Een vaas met capaciteit in de voorhand, met voldoende diepte in de eerste rib. Ook een hele mooie schuine open rib. Een vaas die het makkelijk doet, die ook goed in conditie is. En het sterkste punt van deze vaas is denk ik haar beenwerk. Een vaas die heel krachtig stapt. En ook kwalitatief zeer beste benen. Het uier is goed. Er zit een sterke ophangband in. En ook de bodem van het uier is goed. Goede balans, goede speenplaatsing. De totale aanhechting zou misschien nog een klein beetje vaster kunnen om hoger op te komen in deze rubriek. Maar heel veel waardering voor de lengte in deze fase, met name ook de lengte in haar stap. Familie de Jong. Daar kregen we een roodbonte vaas te zien. Een vaas die netjes getoiletteerd was. En die ook netjes voorgebracht werd. Catalogus nummer 9. Of Fringa heet ze. Nou, iets ander type als de vorige vazen. Ietsjes korter misschien. Een hele sterke vaas. Even iets zwaarder in de schouderpartij. Maar wel een hele solide vaas. Die met name uitblinkt in haar uier en in haar beenwerk. Het uier is breed. Is voor ook lang en vast aangehecht. En achter voldoende hoog. Prima ophangband in het uier. En een heel sterk stappende vaas. Ja, iets ander type, zoals ik al aan het begin van de toelichting zei. Van we hebben wel wat verschillende type dieren gezien. Nou, dit is er zo eentje die dan niet helemaal de lengte heeft misschien van de voorgaande vaas. Maar die wel wat extra's heeft in het uier. En ook heel compleet is van bouw. Heel functioneel in haar kruis. En die eruit ziet dat ze lang mee kan. En waar uiteindelijk ook een mooie, sterke, roodbonte koe uit kan groeien. Voor de vijfde plek gaan we naar de familie Verhagen-IJsselstein in Stolwijk. Catalogus nummer 15 en daarmee de oudste vaas die we te zien hebben gekregen. En met name ook een wat oud-melkse vaas. Een jaar aan de melk. Een vaas die een hele beste lijst gemaakt had en die eigenlijk ook droog moest. Ja, een vaas waar je de kleur op het uien met name wat mist, maar die mij verder wel heel erg aansprak, met name deze vaas. Eigenlijk van neus tot staart. Een vaas die heel veel lengte laat zien. Een lange hals. Een heel lang lijf. Ze is heel goed in haar beengebruik ook. En ook heel goed droog in haar beenwerk. Heel veel kwaliteit in haar beenwerk. En het uier is echt wel een kwaliteitsuier. Een uier dat goed wegmelkt. Een uier dat vast aan de vaas zit.
een iets breder speenplaatsing. Misschien dat er iets meer ophangband in het uien zou kunnen zitten. Maar wel zeer vast aangehecht, heel veel bodemvrijheid. En niet alleen het uien, maar heel de vaas laat die fijnheid en laat die kwaliteit ook zien. En daarmee heel veel waardering voor deze oudmelkse vaas. Die ook nog eens een keer heel makkelijk beweegt. Dan de vierde plek. En hier hele mooie plaatjes geschoten op het bedrijf van VOF Slingeland van Dijk in Berkenwoude. Als er een prijs voor het toilet weggegeven zou mogen worden, dan zou die denk ik gaan naar deze vaas. Lusanna 186. Een vaas die er heel best op stond, heel best gepresenteerd werd. Aan scheren en wassen was niets aan het toeval overgelaten. En ook een wat oudere vaas, ook iets een oud-melkse vaas. Een hele imponerende verschijning. Een vaas die me qua frame en qua type heel erg aansprak. Ze heeft nu al wat extra's als het gaat om diepte en om voorhand. Diepte in de voorhand ook. Een hele imponerend front in deze vaas. Heel veel ruimte. Ja, en eigenlijk nu al op weg naar een uitgegroeide volwassen koe. Nou, ze was iets oudmelks. Het uien zou misschien wat vaster kunnen. Het linkerachterkwartier was ook ietsjes lichter. Dus vandaar net niet in de top 3. Maar wel een vaas die je heel graag weer eens terugziet op het moment dat ze tweede, derde kalfs geworden is. Maar eigenlijk niet anders dan als een hele mooie, fraaie koe uit kan groeien. Den Optal. En dan gaan we naar VOF Rehorst, ook in Berkenwoude. Catalogus nummer 13, een vaas zonder naam. In Duitsland geboren. Een vaas die wat veel karakter toonde en daarom ook binnen geschoten is. Nou, het showen dat de kop wilde ze niet helemaal geven, dat was jammer. Verder een vaas die er heel best op stond. Heel mooi in het toilet. Ja, een vaas waar met name haar lengte opviel. De lengte in de hals, de lengte in het lijf. Niet een hele grote vaas. Maar in verhouding wel heel veel lengte. En ook wel een mooie vaas qua inhoud. Diepte in de voorhand. Een mooie wichtvorm in de middenhand. En voorzien van een heel breed uier. Met name het achteruier. Imponeerde, een messcherp ophangband, heel veel breedte in het achteruier en ook heel veel kwaliteit in het beenwerk. Nou, ik zei het al eerder, in de top 3 heb ik gezocht naar vazen met kwaliteit, maar ook met de vorm. Net hadden we twee wat meer oud-melkse vazen en hier een vaas die volop straalt en die volop
de uitstraling op dit moment ook heeft. Nou, hier goed te zien. De breedte in het achterruier, de goede ophangband, de kwaliteit in het beenwerk. En daarmee een hele complete en nog jeugdige vaars in mijn ogen. Ja, dan nog twee fasen, de kampioen en de reservekampioen. En dan gaan we hier eerst naar de familie Voets voor het reservekampioenschap. Anna 35. Een hele mooie complete vaas in mijn ogen. Een vaas die goed gebouwd is. Er zit een goed frame in. Ze heeft ruimte in haar frame. Ze heeft hardheid in de bovenbouw. Ze heeft ook heel veel ruimte in haar kruis. Zeer aansprekend in type. Een hele mooie melkrijke vaas. Met ook nog eens een keer heel veel capaciteit in de voorhand, in de middenhand. Extreem veel welving in de ribben. Het is qua type de mooiste vaas van de keuring. En dat geldt ook voor haar uier. Voorzien van een kwaliteitsuier. Een uier dat vast aangehecht is. Dat hoog is van achteren en waar een enorm beste ophangband in zit. Prima speenplaatsing. Een vaas die ook heel makkelijk beweegt. Lange stappen neemt. Nou, ze zou iets meer hardheid in haar beenwerk kunnen hebben. Met name onderin. Maar wel een vaas die makkelijk beweegt. En die er ook heel mooi op stond. Heel goed gevuld. Hier met name ook te zien. Het hele mooie type wat ze heeft. De welving in haar ribben. Het beste uier. En daarmee gefeliciteerd met deze hele mooie plek, reservekampioen, fase, videokeuring, Jongveerdag, Lekkerkerk 2020. Ja, dan blijft er nog één plek over. En zo langzaamaan komt die in beeld. Het is denk ik een goed moment om de organisatie nogmaals te bedanken voor de uitnodiging om te mogen jureren.
En zeker ook onze dank, en dan spreek ik denk ik ook namens Piet Jansen richting de veehouders, voor de mooie presentatie van hun dieren. Piet bedankt voor het schieten van de mooie beelden. En zeker ook, Piet heeft altijd oog voor de omgeving. Ik denk dat we volop hebben kunnen genieten van het mooie Zuid-Hollandse veenweidegebied. Met alle mooie plaatjes, inclusief molens die erbij horen, maar ook snelwegen en intercities. We zijn begonnen bij een vaart van familie Van Erk. En daar gaan we nu ook eindigen. Het kampioenschap van deze videokeuring gaat naar de familie Van Erk. Catalogus nummer 5. Een vaas die 6 weken aan de melk was. Een vaas die heel veel jeugd uitstraalde. Nou, hier nog de voorbereidingen voor het showen van de vaas. En daar komt ze, de kampioen. Een vaas met een heel best frame. Een vaas die heel makkelijk beweegt. Ik denk het frame van deze vaas, het beenwerk van deze vaas, zeer overtuigend. Ze heeft heel veel capaciteit in de voorhand. Ze heeft heel veel diepte ook in de voorhand. Ze heeft voldoende lengte in de hals. En een vaas waar de rib ook mooi in ligt. Ik verwacht ook dat ze nog een beetje uit gaat diepen in de middenhand. Naarmate dat ze ouder wordt en ook iets langer in lactatie is. Dan verwacht ik dat we een hele mooie, mooi type ook in deze vaas krijgen. Beste kruispartij. Heel hard van boven. Vast aangehecht uier. Met name het vooruier. Vast en ook heel lang aangehecht. En een prima speenplaatsing. Nou, een vaas die er zo uit mag zien. 6 weken in lactatie. Een vaas alleen maar mooier kan worden. En ook in achteraanzicht goed te zien. Een vaas die makkelijk beweegt. En die goed droog beenwerk heeft. En daarmee de felicitaties naar de familie Van Erk voor deze fraaie kampioen. En ook richting Leendert, Jaap en Wim voor de begeleiding. Het was een gezellige dag, we hebben ervan genoten. En aan de andere kant hopen we toch ook dat volgend jaar de Jongveerdag gewoon weer in Lekkerkerk op het bekende terrein door kan gaan. Dank u voor de aandacht.